Herken je dat gevoel dat je denkt dat er niet genoeg uren in de dag zitten om je werk af te krijgen? Maar weet je zelf ook dat je eigenlijk veel te veel op social media aan het scrollen bent? Dan is deze video voor jou. Want in de afgelopen twee maanden transformeerde ik mijn schermtijd van 9,5 uur naar 4,5 uur gemiddeld op een dag. En dit is in acht stappen hoe ik dat deed. Hoi, mijn naam is Demi en mijn werk is natuurlijk in de social media en video. Dus een onderdeel van mijn bedrijf is natuurlijk ook video's kijken. En soms vertrap ik mezelf erop dat ik dat wel heel veel doe. En dat was voornamelijk in een periode waarin het met mij persoonlijk even wat slechter ging... de afgelopen vier maanden met een nogal turbulente verhuizing. En um, ik merkte dat wanneer ik stress heb... dat ik dan meer op mijn telefoon aan het scrollen ben dan ik daadwerkelijk wil. En op dat moment realiseer je jezelf ook van... hé, er zit 24 uur in de dag, maar ik krijg mijn werk niet afgerond. En hoe komt dat? Nou, dan ga je je telefoon kijken en dan denk je... Wel potverdorie, <laughs> wel potverdorie. Er gaat, ik uh, weet niet, drie uur naar TikTok en twee uur naar YouTube, vijf uur op een dag. Nou, dat is toch gewoon te sick voor worden en daar moet dus wat aan worden gedaan. Daarom in deze video de acht stappen die ik heb gezet om mijn schermtijd op mijn telefoon te transformeren van negen en een half uur naar vier en een half uur. En um, deze stappen gaan jou ongetwijfeld ook helpen om hetzelfde te doen of misschien wel minder. Oké, okay, stap 8 is allereerst beoordeel de platformen waar je nu aanwezig op bent. En kijk of je dat leuk vindt, ja of nee. Bijvoorbeeld, ik heb gewoon helemaal niks met Instagram. Dat had ik al jaren niet, maar ik dacht dat het voor mijn bedrijf toch belangrijk was om daar zichtbaar op te zijn. Um, wat ik van Instagram vind. Kijk, van Essentie was het natuurlijk een foto-app waar mensen foto's plaatsen. En ja, ik vind het allemaal zo stylisch een gemaakt gedoe. Ik hou daar helemaal niet van. En het is ook gewoon helemaal niet echt. Want ze hebben ook wel eens zo'n een onderzoek gedaan... naar mensen die op Instagram zitten en die dingen plaatsen... en ze bleken eigenlijk allemaal heel eenzaam of heel ja, verdrietig... Uh, en helemaal niet gelukkig te zijn. En dan denk ik, ja, waarom moet je dan op je feed laten zien... dat je het allemaal zo perfect op orde hebt, terwijl het helemaal niet zo is? Wie hou je nou voor de gek? Dus in de content die ik maak vind ik het belangrijk... om een realistisch beeld te laten zien van het ondernemerschap en van het leven... En dat betekent dus ook de schaduwkant van het ondernemerschap, de leerlessen. En ook ja, gewoon negatieve, vervelende dingen die ik heb meegemaakt. En daar word ik best wel regelmatig onbekritiseerd, Want ja, een heleboel mensen vinden dat dat dus ja, niet hoort op social media. Maar ik heb zoiets van ja, we bepalen allebei zelf wat wel of niet hoort op social media. En jij ja, hoeft mijn content niet te lezen, te liken of er ook niet op te reageren. Nou,. Um, dus op LinkedIn doe ik dat wel. Ik schrijf echt content over dat soort zaken. Dus als je dat leuk vindt om te lezen, uh, om daar zelf ook wat van te leren, volg me dan eventjes op LinkedIn. Dus stap 8, kijk naar de platformen die je leuk vindt en die je niet leuk vindt en neem daar gewoon een besluit in. Sluit bepaalde profielen af als je er toch niks op post. Want als je er niet aanwezig op bent of niet tot je account uh, toegang hebt, dan ga je ook niet in de verleiding komen om daar dus tijd op te spenderen, waardoor je schermtijd dus lager blijft. Stap 7 is de apps die ik in geen jaren heb gebruikt, die heb ik verwijderd. Je kent het vast wel, je opent je telefoon en je ziet nog een uh, vert vertalen in Spanje app staan. En de, uh, ik weet niet wat, uh, de luchtballonvaart in uh, Australië bijvoorbeeld. En dan denk je, ja, ik ben al twee jaar niet in Australië geweest. Ik ga voorlopig ook niet naar Spanje. Wat doet die app dan nog op mijn telefoon? Kijk, bijvoorbeeld net als een Duolingo of zo. Het komt wel, het is goed dat je een taal leert. Maar het is wat hier natuurlijk wel weer elke keer schermtijd. Hè? Tijd die je op je telefoon spendeert, terwijl je ook in dit geval dus voor deze video je werk moet doen. Dus als jij minder apps op je telefoon hebt, kom je ook minder in de verleiding om dus op je telefoon te zitten. Dus verwijder de apps van je telefoon die je in de afgelopen half jaar of afgelopen jaar niet hebt gebruikt. Want als je het afgelopen half jaar of jaar niet hebt gebruikt, ga je het de komende tijd ook niet gebruiken. De zesde stap hoe ik mijn schermtijd heb verlaagd is door mijn telefoon op door de weekse dagen op niet storen te zetten. En dat betekent dus dat maansymbooltje op iPhone. En nu zul je zeggen, uh, waarom staat je telefoon op door de weekse dagen, dus op werkdagen op niet storen? Nou, omdat ik niet gestoord wil worden op de dagen dat ik werk voor mijn klanten. En natuurlijk werk ik niet van 9 uur op een maandag tot 5 uur op een vrijdag voor mijn klanten. Maar dat betekent wel dat als ik die niet storen, niet aanzet, dus dat mensen maar gewoon kunnen bereiken, dat de belletjes en dat soort dingen gewoon continu binnenkomen. Dus door middel van niet storen aan te zetten, kan ik gewoon onafgeleid mijn werk doen en profiteren klanten daar natuurlijk ook van. En dat brengt ons gelijk op de volgende stap, stap nummer 5, en dat is je meldingen uitzetten. Niks is zo vervelend als jij in gesprek bent met iemand. Of uh, iemand zit in een andere of dezelfde ruimte als jou en die telefoon gaat de hele tijd af. Hè? Je, je hoort hem trillen, hij maakt geluidjes. Het eerste wat die persoon doet op het moment dat dat gebeurt, is dat je je telefoon oppakt. Nou, als die meldingen zo'n 60, 70, misschien wel 100 keer op zo'n dag overgaan, dan kan ik je garanderen dat jouw schermtijd torenhoog is. Dus als je de meldingen uitzet van je telefoon, en daarmee bedoel ik dus het geluid, maar ook de meldingen in je WhatsApp. Dus dat je continu iets in beeld ziet verschijnen. Van, oh, Pietje Puk heeft een berichtje gestuurd. En uh, je moeder heeft een lasagne voor het weekend al gemaakt, Ja, dan heb je gewoon minder afleiding. Dus zet die meldingen uit. Bij mij bijvoorbeeld op WhatsApp staan ook al, ik denk inmiddels al zes jaar, de blauwe vinkjes uit. Dus ik vind het ook heel grappig als daar online discussies over zijn. Van, oh, hij reageerde niet. En. Uh, nou, die discussie heb je bij mij dus niet. Je kan niet zien. Je kan alleen zien wanneer ik online ben, maar je kan niet zien wanneer ik als laatst gezien ben. Uh, omdat ik daar gewoon geen gezeik over wil. Ik reageer wanneer ik wil. En als het echt urgent is, kan je me gewoon bellen. De vierde stap die ik heb genomen om mijn schermtijd te beperken, is door te kijken van: hey, wanneer zit ik nou eigenlijk het meest op mijn telefoon? Voor mij was het bijvoorbeeld als ik aan het reizen was naar klus toe of naar familie toe. Dat was vaak een uur of twee uur reizen. Nou, dan zit je in de trein of de metro, wat Het eerste wat iedereen doet is lekker op die telefoon scrollen. En een beetje de tijdsbedrijf op de telefoon. En na een half uur denk je bij jezelf: Ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Toen dacht ik, Nou, als ik uh, heel graag een boek wil lezen. Want ik had altijd het doel van twee boeken in de maand lezen. Daar kwam ik steeds niet aan toe. Dacht ik, Nou, dan ga ik gewoon een boek meenemen in mijn tas. op het moment dat ik ga reizen. En dan ga ik dat boek gewoon lezen. Het resultaat is dat ik, één, meer inspiratie krijg voor mijn content uit die boeken. Twee, het doel haal om een boek of twee in een maand te lezen, en drie, beschermtijd is natuurlijk ook nog eens omlaag, dus ik zou zeggen dat is een driemaal maal win-win situatie. Stap nummer drie om je schermtijd te beperken, en dit is ook een best wel heftige stap, maar I love it, is al je WhatsApp gesprekken archiveren. En als je dus een gesprek archiveert, dan komt de melding wel binnen, maar niet in het zicht. Dus dan moet je naar je gearchiveerd ja, stukje gaan op, de, op WhatsApp. En dan kun je de gesprekken dus zien. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld, um, uh, nou, laat zo zeggen dat ik mijn familie uh, als gewoon normaal scherm zet, dan zie ik de meldingen daarvan dus wel binnenkomen. Maar op het moment dat ik de rest, dus van vrienden, vriendinnen, noem maar ook, uh, in de archiveert tab heb staan, dan zie ik daar alleen een cijfer omhoog komen. Dus stel dat niemand een bericht heeft gestuurd, dan is dat getal gewoon nul. Maar als er 20 mensen dat hebben gedaan, is dat getal gewoon 20. Dus dan kan ik zelf gewoon zien wanneer en of ik daarop kan antwoorden. En wie dat dan heeft gestuurd. Maar ik zal dus nooit meer meldingen, trillingen of wat dan ook krijgen in mijn WhatsApp-scherm. Want dat was bij mij vroeger ook echt een probleem. Ik heb mijn persoonlijke en zakelijke telefoon uh, niet gescheiden. En dan had ik hiervoor, wilde ik dat altijd? Toen dacht ik, ja, maar misschien zijn er wel manieren om hier veel slimmer mee om te gaan. En toen ben ik gewoon gaan kijken wat er in WhatsApp mogelijk is om dat te doen. En toen heb ik eigenlijk gezegd, nou, weet je, familie. Uh, op de homepagina, om maar even zo te noemen... en de rest allemaal op de gearchiveerd tab. En ook hiervoor geldt natuurlijk weer... op het moment dat het echt belangrijk is, kunnen mensen mij gewoon bellen. Dus op dit moment staat op mijn homescherm mijn familie... en op de gearchiveerd staan alle andere mensen. En uh, ja, dan mag je natuurlijk wat van vinden... maar dat scheelt voor mij zoveel tijd en zoekwerk... omdat vroeger als ik mijn WhatsApp opende, zag ik al die gesprekken binnenkomen... en toen dacht ik, oh my god, dit is echt een probleem. En nu kan ik gewoon zelf kiezen wanneer ik dat dus beantwoord... En um, hoef ik daar dus niet continu naar te kijken. En daarnaast is het ook ideaal voor mensen die in groepschats zitten. Ik heb echt een ongelofelijke hekel aan groepschats. Um Zeker als er een stuk of vijftig mensen zitten, want dan gaat de hele dag door en dat gaat helemaal nergens over. Dus eerst wat ik doe als ik in de groepscentrum word gezet, is dat ik hem op stil zet voor minimaal een jaar of onbeperkt, zodat ik dat niet hoor. En daarna archiveer ik hem gelijk, zodat het ook niet in beeld is. Want ja, ik kan dan zelf een keuze maken wanneer ik dus in staat ben om dat te lezen. En wanneer ik dat wil lezen, in plaats van dat iemand anders voor mij bepaalt wanneer ik dat soort berichten moet en ga lezen. Stap 2 om mijn schermtijd te beperken, is door mijn telefoon niet meer overal mee naartoe te nemen. Um, ik weet dat het voor heel veel mensen, zelfs voor mij, gewoon heel erg normaal was om mijn telefoon naar de wc toe te nemen. En ik moet zeggen, hier op het kantoor is het nodig, omdat op mijn telefoon staat een tab om de kantoordeur te openen. Dus dat is ook ja, de sleutel. En anders moet ik en nog een andere tab meenemen, nou een heel gedoe. Maar dan moet ik dus wel mijn telefoon meenemen naar de toilet. En thuis hoeft dat dus niet. Um, en het is ook helemaal nergens voor nodig. Maar heel veel mensen nemen uit automatisme die telefoon overal mee naartoe. Zelfs als je de hond gaat uh, uitlaten, nemen die telefoon naar buiten. En kijk, ja, ik snap dat als het één uh, uur in de nacht is en je woont uh, in een wijk uh, die heel gevaarlijk is, dat je misschien wel je telefoon mee moet nemen. Maar ja, is het echt nodig om je telefoon mee te nemen? Eigenlijk niet, hè, voor die twintig minuten. En daarnaast is het ook gewoon veel leuker toch, om in het moment te leven. Dus als je je telefoon niet bij hebt, dan ben je wel een beetje genoodzaakt om meer naar je hondje om te kijken. Om um, nog eens even lekker een eitje te geven. Of misschien met de buurvrouw een praatje te maken. Omdat je niet afgeleid bent op je telefoon. Dus dat is natuurlijk ook een voordeel van minder schermtijd. Is dat je meer bewust bent en meer actief bent in het echte leven. Want je hoeft echt niet altijd bereikbaar te zijn op het moment dat je de hond gaat uitlaten. En op het moment dat je je telefoon niet mee hebt, ben je ook meer bewust aanwezig in het moment. Ja, en dan stap nummer. Ja, en dan de laatste stap, want dit is ook gewoon de allerbelangrijkste. Uh, want als jij een giga groot verschil wil maken in de groei van je bedrijf, zorg dan dat je meer content maakt dan dat je consumeert. En dat is voor heel veel bedrijven en voor heel veel mensen een hele grote uitdaging. En de meeste van ons zitten alleen maar op een telefoon te scrollen en video's te kijken, maar niemand van ons, of tenminste niet veel van ons, maken ook video's, niet veel van ons schrijven content bijvoorbeeld op LinkedIn en ik denk dat dat het allergrootste verschil gaat maken voor je bedrijf. Want dan ben je dus bezig om aan je bedrijf te werken en aan je marketing te werken. In plaats van dat je zinloos aan het scrollen bent en je kijktijd aan het verhogen bent. En als je dus geen content maakt voor je bedrijf of voor jezelf, hè, je personal brand bijvoorbeeld. Dan mag je volgens deze stap ook niks consumeren. Dus dat geeft je een extra duwtje in de richting om content te gaan maken voor je ofwel personal brand. Ofwel voor je bedrijf, want dat gaat een onwijs groot verschil maken. Kijk, de stappen die ik je net heb verteld zijn natuurlijk geen hogere wiskunde. Als je wil, kan je vandaag nog stappen zetten om die schermtijd van jou van hoog naar laag te krijgen. Maar de gewonnen tijd die je hiervoor terugkrijgt is echt enorm. Want stel dat jouw schermtijd 9,5 uur is en je brengt hem terug naar 4,5 uur. Dat betekent dat je dus nog 5 uur extra in de dag over hebt om de dingen te doen die jij voor je bedrijf moet doen. Of voor jezelf. En daar kun je bijna een tweede bedrijf mee bouwen. Dus heel veel succes! Oh, en voordat je gaat, ben ik nog wel even benieuwd. hoeveel jouw schermtijd op dit moment is en naar welk getal jij het wilt terugbrengen. Laat het weten in de reacties en dan zie ik je de volgende keer. Doeg!